Ja, het is nog steeds de tijd van lekkere soep. Ook in Schiedam-Zuid is een hele actie geweest, Sabine Dingelen. Wat is er allemaal gebeurd? Hoe is het ontstaan? Nou, vorig jaar hebben we als WOT zijnde en DOC samen met Senioren Welzijn soepactie gedaan. Nou, mensen vonden het heel fijn om even een praatje aan de deur te hebben en gewoon een lekker bakje soep, verse huisgemaakte soep. Hè. Dus toen zagen we van de gemeente een soort advertentieachtig iets voorbij komen van corona herstelfonds voor senioren. Dus wij dachten, hey, we gaan nog een keer samen aan de slag. Dus we hebben geld aangevraagd en we hebben iets van 12 locaties waar we soep maken. En die we deze maand eigenlijk gaan uitdelen. Samen met een flyer van voor voorlichting voor veiligheid. Welke organisaties zijn er nou precies betrokken en op welke 3 locaties hebben jullie? Want vandaag is de laatste dag van de 3 locaties, organisaties. Ja, we hebben afgelopen 3 dagen in Zuid hebben de soepactie gehad. De betrokken organisaties zijn in principe DOC, WOT en Senioren Welzijn. Wij hebben het geld aangevraagd en organiseren het, maar we hebben natuurlijk wel kaart hulp nodig van iedereen. Ze hebben zaterdag een vrijwilliger van de Stratiums de Gorsen gevraagd om soep te maken, om mee te helpen. Zondag de pionier, dus dat is Leni Hoogstad die de soep heeft gekookt. Dat was echt heerlijk ook. En vandaag Rudo van Leeuwarden van Hof en Zuid, vrijwilliger hier. En toen zijn we in Hof en Zuid en de 4 straten zijn we rond gaan brengen. Sharon, ik heb jou al ontmoet bij een keer soep uitdelen. Wat waren de reacties hier in Zuid allemaal? Nou, mensen zijn echt super enthousiast. We krijgen echt heel veel leuke reacties op de soepactie. En het leuke is nu ook dat alles weer een beetje open is. Dus we kunnen ook echt weer wat vertellen over wat er gaat gebeuren. En waar mensen naartoe kunnen gaan. Omdat we gewoon zien dat mensen heel erg behoefte hebben aan weer dat contact. Dus dat is wel heel fijn dat we deze actie daar ook voor kunnen gebruiken. Wie bepaalt nou de smaak van de soep? Ja, die bepalen de koks lekker zelf. En dat doen ze supergoed. Dus daar zijn we heel tevreden over. Ja, zo'n actie, zeggen de mensen, ja, dat is eenmalig. Hebben jullie al plannen om dat wat uit te breiden? Ja, zeker, zeker. We zien gewoon dat het heel fijn is om bij mensen zelf thuis langs te komen. Dus is het geen soep. Als het straks weer wat warmer wordt, kunnen we misschien iets anders verzinnen. IJsjes, noem maar op. Dus alle ideeën zijn welkom. Sabine, tenslotte bij jou nog eventjes. Hoe ervoer jij de reacties? Nou, mensen zijn wel heel blij dat er weer iemand aan de deur staat. En de soep, ja, iedereen komt zo, oh lekker. Het was waar gaan de praatjes een beetje over? Waar wil men over praten? Nou ja, die veiligheid, hè, waar we dan die voorlichting ook voor doen. Want ja, er zijn toch wel wat mensen opgelicht hier, ook in deze wijk. Vandaar dat we dat hebben georganiseerd. Maar ook Senioren Welzijn heeft hele leuke activiteiten opgezet, zoals yoga, een knutselochtend. Nou, binnenkort zijn de lokale verkiezingen. Worden door de mensen daar nog over gesproken, Sharon? Nou, eigenlijk tot op heden nog niet. Maar ze zijn ongetwijfeld mee bezig. Dus ja. Ja, allemaal leuk die soepacties, maar het moet wel gemaakt worden. Rudo de kok, hoe maak je een grote pan soep? Nou, heb je vooral een grote pan nodig, dat is wel handig zo. En dan begin je gewoon met gehakt groenten snijden erin, tomaten in dit geval zo. Wat zijn de meest populaire soepen bij de ouderen? Kippensoep, groentesoep of tomatensoep over het algemeen wel. Wat is jouw favoriete soep? Ertsoep. Want? Nou, vind ik lekker.